euforie en ongeloof bij Wiegmink's zoon Freek. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo opgelucht gevoeld. Nu twee verdachten zijn aangehouden in de bijna 14 jaar oude postbankmoordzaak. Goedenavond en verder in deze uitzending een nagenoeg echte Rembrandt gemaakt door een computer. Ik denk serieus dat de leek er gewoon aan voorbij zou gaan en zou denken dat het een echt Rembrandt werk was. Het schilderij was voor één avond te zien in Nijmegen. En het kostte wat moeite, maar het is gelukt. De Nijkerkse zeehond is gevangen. De aanhoudingen van twee mannen in de postbankmoord maakten een hoop los. En niet alleen bij familie en bekenden van de vermoorde Alex Wiegmink, maar ook in Veghel en Boekel, de plaatsen waar de verdachten vandaan komen. Annemieke Schakelaar is in het Brabantse Boekel. Ja, Annemieke, we hebben daar omwonenden gesproken. En wat kunnen die vertellen over de verdachten? Nou, ze vertellen dat hij weinig contact heeft hier met de omwonenden. Wel dat het een vriendelijke, aardige man is. En hij heeft wel wat contact met de overbuurvrouw die wij hebben gesproken. Zij was dinsdag toevallig bij hem op bezoek. En verbaasd dat haar overbuurvrouw, de vrouw van de verdachte, helemaal in tranen was. En wat bleek, haar man had ook haar nu pas 13 jaar na dato op de hoogte gebracht van wat zich 20 januari 2003 op die postbank heeft afgespeeld met Alex Wiegmink. Het was een hele emotionele bijeenkomst. En ook aan de overbuurvrouw heeft deze 55-jarige verdachte alles verteld van wat daar die dag gebeurd is. Daar mag de overbuurvrouw van de politie niet zo over vertellen. Wat ze wel zegt is dat de verdachte zei: het was echt een geval van op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats zijn. Dat is Alex Wiegmink fataal geworden. Nou, er werd er een emotioneel huilen. De verdachte had heel veel spijt, was overstuur. Kwam er nu pas mee naar buiten nadat ook de berichten op de televisie erover toenamen. En zei: ja, ik ga me aangeven, ik ga naar de politie. En de overbuurman heeft toen aangeboden van: nou ja, dat hoef je niet met de bus naartoe. Ik breng jou nou wel naartoe. En hier in de straat heeft de verdachte afscheid genomen van zijn vrouw voordat hij door de buurman naar het politiebureau werd gebracht. Oké, Annemieke, dankjewel. De arrestatie van de twee mannen in Brabant is natuurlijk een enorme opluchting voor de familie van Alex Wiegmink. Zijn zoon Freek, net als zijn vader een sportieveling, is vanmiddag een stukje gaan hardlopen om alle emoties te verwerken. En waar kan het dan beter dan op de postbank? Ik heb me nog nooit in mijn leven zo opgelucht gevoeld. Echt fantastisch. Freek Wiegmink was 11 toen zijn vader werd vermoord. Die traumatische gebeurtenis heeft hij nooit echt los kunnen laten. Vooral omdat je niet weet wat er gebeurd is en waarom het gebeurd is, denk je er heel vaak aan. Dus ik dacht er wel nagenoeg elke dag eventjes aan. Sinds gisteravond is er eindelijk duidelijkheid voor de familie. Ja, en nu zullen er natuurlijk wel ongetwijfeld heel veel emoties gaan loskomen. Want er gaat ook gewoon heel veel gebeuren nu. En dat vind ik heel spannend. Ja, ik kijk er ook wel positief tegenaan. Inmiddels is Freek Wiegmink een jonge man. Hij is sportief, net als zijn vader. Hij traint voor de Marathon van Rotterdam en loopt vaak samen met zijn neef Erik. Dit keer op de postbank, daar waar zijn vader bijna dagelijks rondliep. Hij zit ze dadelijk wel continu in mijn hoofd, dat weet ik zeker. Ja. Ik denk dat hij wel trots was geweest als hij mij nu zo kunnen zien hardlopen. Of als we samen hadden kunnen hardlopen. Dus dat geeft me wel een prettig gevoel. Misschien loopt hij een beetje met je mee? Misschien loopt hij een beetje met me mee, absoluut. En Alex Wiegmink is al die jaren in gedachten geweest van velen. Zoals bij de inwoners van Drempt, het Achterhoekse dorp waar Wiegmink woonde. Geweldig nieuws. Ja, triest einde natuurlijk, maar dat was al lang duidelijk. En voor de familie zijn we heel blij. Eindelijk. En hopen dat het nu, dat ze nu de goede hebben. Want het is al eerder sprake van geweest dat ze iemand hadden. Maar dat ze dus nu eindelijk te pakken hebben, dat de familie het boek dicht kan doen. Zegt de voormalige overbuurvrouw van Alex Wiegmink. Veel Drentenaren leefden enorm mee na de moord. Ik ken hem, want ik was de buurman van de overkant. We hadden altijd heel veel contact met elkaar. Hij heeft heel erg geleefd hier in Drempt. Nou, je hebt het er heel veel over. En zij zijn altijd in de onschuld van Wiegmink blijven geloven. Dan hebben we altijd tegen elkaar gezegd, vrouw en ik tegen elkaar gezegd. Ja, het verkeerde moment was daar. Ik heb altijd gezegd, binnen 15 jaar is het opgelost. Oh ja, u dacht dat gaan ze wel oplossen? Dat gaan ze oplossen, dat heb ik altijd gezegd. Wij hebben altijd wel gezegd, vroeg of laat moet diegene die dat gedaan heeft
een keer loskomen, want daar kan je toch niet meer leven? Na de moord organiseerde hardloopvriend Aad Steijlen ieder jaar de Alex Memorial Loop. Vanaf parkeerplaats Bloemers op de postbank hielden jaarlijks tientallen lopers de herinnering aan Alex levend. En Aad ging vanochtend terug naar dat plekje. Ik heb een blij gevoel dat het opgelost is. Op de plek van de moord richt hardloopmaatje Aad Steijlen in alle vroegte een herinneringstafel in. Want de moord bleef maar aan hem knagen, ondanks de herdenkingsloop die hij jaarlijks organiseerde. Ja, het is een fase die afgesloten wordt, kan je wel zeggen. Ja, we zijn er 13 jaar mee bezig geweest. En nu is het eindelijk opgelost. Het ging in een stroomversnelling. Ook een nieuw herinneringsbord toont de blijdschap over de twee aanhoudingen die de politie gisteren deed. Toch blijft er nog één vraag over. En nou maar afwachten wat nou eigenlijk het motief was van die mensen. Wat hebben ze hem nou aangedaan? Wat heeft hij nou gedaan? Ja, hebben ze in zijn auto gekeken of is alles kwaad geworden? Weet ik niet. Dat is voor mij nog een raadsel. Kijk, dat leg ik dan zo neer. Zo, kijk, en dat laat liggen zo. We praten straks na het nieuws verder over deze zaak met de direct betrokkenen. En daarin ook een uitgebreidere reportage met de zoon van Alex Wiegmink. Het ouderwetse kluisje lijkt terug van weg geweest. Vanmiddag heeft de Nederlandse Kluis in Arnhem een filiaal geopend. En dat is opmerkelijk, want gewone banken stoten juist hun kluisjes af. Vanaf vandaag opent Helly van der Beek weer de oude kluis diep in de kelders van het voormalige pand van de Nederlandse Bank in Arnhem. In de oude grote kluis zijn honderden kleine kluisjes gebouwd. Het is niet zonder reden dat de Nederlandse kluis het oude pand van de Nederlandse Bank in Arnhem heeft uitgekozen om zich te vestigen. Veiligheid heeft hier altijd al voorop gestaan. De Nederlandse Bank had dat gewoon allemaal prima op orde, want hier lag vroeger het goud van de mensen en al het geld. Arnhem is de eerste vestiging van het bedrijf buiten de Randstad. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt de kluisje bezoeken? Ja, dat klopt. Ja. Heeft u legitimatiebewijs bij u? Jazeker. Mariska Thijssen uit Vaassen heeft een kluisje genomen. Ja, dat komt eigenlijk omdat er van het zomer bij mijn moeder is ingebroken. En daar zijn spullen meegenomen. En toen hebben wij bedacht van ja, daar moeten we eigenlijk een oplossing voor vinden. En dat is dus de kluis. Vroeger konden ze dat bij de lokale vestiging van de bank. En dat is niet meer mogelijk. Je ziet dat banken heel veel vestigingen sluiten. En juist, wij geloven juist ook in dat er altijd nog een vraag is naar de echte plaats waar je waarde op kan slaan. Wat carnaval is voor de Zuiderlingen is de laatste mert voor het land van Maas en Waal. En daar hoort ook een mooiste koeverkiezing bij. Al zeker 9 van de 27 railschoppers die gezocht worden voor ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden van de Graafschap zijn herkend of hebben zich gemeld bij de politie. Gisteren liet Omroep Gelderland de foto's zien. Na de wedstrijden tegen Ajax en Go Ahead Eagles in mei van dit jaar loopt het uit de hand in Doetinchem. Omdat er buitensporig veel geweld is gebruikt tegen agenten zijn de foto's gepubliceerd. Op politie.nl zijn ze nog te zien. De brandweer lukte het gisteravond niet, maar vanochtend is het dan toch gebeurd. De Nijkerkse zeehond is gevangen. Een medewerker van de zeehondenopvang Pieterburen hielp bij de vangst. Uiteindelijk is hij gevangen met een handdoek en een net. Het beest heeft voor de zekerheid wat medicijnen gehad en wordt nu verzorgd in Pieterburen. Monnikenwerk is het. Het maken van 4 nieuwe melodieën voor de Gudulatoren in Lochem. Elke noot wordt met de hand aangebracht. En dat versteken, zoals dat heet, gebeurde vandaag hoog in de toren. De E. Zo moet hij zitten. Eén voor één worden de nieuwe pinnen erop gezet. Simpel gezegd is dit grote gevaarte vergelijkbaar met een klein speeldoosje. Het is eigenlijk een hele grote speeldoos. Zo groot dat er zelfs iemand in kan zitten. En je bent eigenlijk al die pinnetjes die je op een speeldoos ziet, ben je nu handmatig aan het op de juiste plek aan het zetten. Inwoners van Lochem konden suggesties doen voor de melodieën. We gaan naar de lage C, Frits. De lage C. De bijaardier heeft er uiteindelijk 4 gekozen. Zo. Daar krijg je wel vieze vingers van, mannen. 1 van de 4 stukjes komt uit een liedje van de Lochemse zangeres Nathalie Masclee. Ik vind het echt heel leuk dat mensen zo betrokken raken, ook met dit werk. Ja, dit is uniek dat het gespeeld wordt door kerkklokken. Dus
Daar ben ik heel dankbaar voor. Hoe het echt gaat klinken, dat kan je pas zien als alles is aangesloten straks en het gaat klinken. Slechts één avondje stond de ezel voor een select gezelschap in de Marienburgkapel in Nijmegen. En op die ezel een schilderij van Rembrandt, gemaakt door een knappe computer die het werk maakte door honderden schilderijen te analyseren. Op zoek naar het geheim van de hand van de meester. One of the old masters, Rembrandt, makes a return. It's really impressive just from a data standpoint. De wereld stond versteld dit jaar. Il n'en effet pas été peint par la main de l'homme. Pretty cool thing if one could actually create an authentic Rembrandt painting. Un Rembrandt inconnu dévoilé à Amsterdam. Ik denk serieus dat als dit schilderij tussen allemaal echte Rembrandts zou hangen, dat de leek er gewoon aan voorbij zou gaan en zou denken dat het een echt Rembrandt-werk was. Voor heel even was het schilderij in Nijmegen, waar de documentaire over de totstandkoming ervan in wereldpremière gaat. Na ruim een halve eeuw ontwikkelingen kan een computer nu op basis van statistieken en algoritmes een analyse maken van de meesterwerken van Rembrandt. Om daar vervolgens een gemiddelde uit te halen en zo laagje voor laagje met een 3D-printer een nieuw Rembrandt-schilderij te creëren. When I looked at this guy, I think we got a little bit of that spirit. Een experiment dat de vraag stelt of creativiteit te automatiseren valt. It's a question that perhaps someone else will answer, but at least the question is there. Iedereen die hier aan mee heeft gewerkt is eigenlijk een kunstenaar. Zo zie ik die programmeurs ook. Het is een ontzettend creatief proces. Dus je hebt eigenlijk alles wat je nodig hebt om een kunstwerk te maken als kunstenaar, dat je hier in dit proces hadden ze dat ook nodig. Kunst is emotie, maar technologie is dat ook. Ja, die fascinatie is eigenlijk een vorm van emotie. Hoe wij dus nu al zo ver kunnen zijn met techniek dat wij dit kunnen maken. So, we are kind of interesting animals, I would like to say. And creativity is, you know, the cherry on top of the cake of humans. Vrijdag gaat de film The Next Rembrandt in première in Nijmegen tijdens het wetenschapsfilmfestival In Science. Hij is al bijna twee eeuwen oud, de laatste Mertin Druten. Iedere eerste donderdag van november trekt de markt zo'n 30.000 bezoekers. En wij volgden vandaag een bijzondere gast, Bonnie. Zij gaat voor de titel Mooiste koe van de laatste Mert. In alle vroegte werd Bonnie vanochtend in Beuningen van stal gehaald om op tijd op de laatste Mert in Druten te zijn. Bonnie doet mee aan de mooiste koeverkiezing. Boerin Linda zorgt dat Bonnie er op en top uitziet vandaag. We hebben ze geschoren, zoals je ziet. Gewassen. Het hals erop gezet, zodat ze wel natuurlijk een beetje zeeg zijn. En verder gewoon constant een beetje poetsen, zodat ze mooier worden deze dag. En dan voor de kijkers wat gel erin, hè? Voor zijn kuif. Dankzij haar mooie billen ging Bonnie vorig jaar met de titel aan de haal. En nu heeft ze over aandacht in ieder geval al niet te klagen. Terwijl de bezoekers over de markt slenteren, is Bonnie er even bij gaan liggen. In afwachting van de komst van de jury. Daar zul je ze hebben. Ja, dat zeggen wij ook. Hij is mooi zwart. Het lijkt erop dat Linda de jury in de pocket heeft. Slagveen. Eerste prijs. Met oornummer 4772. Dankjewel. Een dik verdiende eerste prijs dus voor Bonnie. Het is nog onduidelijk of ze ook volgend jaar haar titel zal verdedigen. En dan nog het weer met Monique Wilms. Afgelopen nacht was het fors afgekoeld. Op de Veluwe kwam het zelfs tot lichte vorst. En dat betekende dat veel autoruiten dus ook alweer gekrapt moesten worden. En dat gaan we vaker tegenkomen. Vooral komende week wordt het echt een stuk kouder. En gaan de nachten ook veel vaker weer met lichte vorst verlopen. Maar goed, vandaag overdag kregen we te maken met bewolking uiteindelijk vanuit het westen. Maar daar vooruit kwam de zon eerst nog eventjes heel fraai aan bod. En was het nog best wel een open en vriendelijk weerbeeld. Op veel plaatsen bleef het overdag ook gewoon droog. Nou, vanavond en vannacht komt er steeds meer bewolking binnentrekken. Dat dempt dan wel weer een beetje de afkoeling. Het wordt een minder koude nacht als afgelopen nacht. Met de minimumtemperaturen van een graad of 5.
Nou, lokaal zou er een bui kunnen vallen. Veel plaatsen houden het echter nog wel droog. En morgen overdag, ja, misschien eerst dan nog een wegtrekkende bui uit de nacht. Maar daarna klaart het wat op en laat de zon zich van tijd tot tijd zien. En is het weerbeeld best wel vriendelijk te noemen. Maar later op de dag trekt er opnieuw vanuit het westen een storing binnen. En gaat de bewolking toenemen. Nou, dan volgen er ook buien. De meeste buien gaan echter echt in de avond vallen. Dan lijkt het echt een stukje natter te worden. Ja, overdag dan, temperaturen die blijven steken op een graad of 10. Een matige zuidwestelijke wind erbij. En ook in het weekend hebben we nog wel die temperaturen van zo'n 10 of 9 graden. Maar ja, we zien de dalende lijn al. Begin volgende week wordt het een stuk kouder. En het weekend verspreidt nog een enkele bui. Maar ook geregeld zonneschijn. Na het weekend meer bewolking, een oostelijke koude wind. Koude nachten met nachtvorst. En overdag wordt het slechts zo'n 6 graden. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat een van de verdachten van de postbankmoord zijn hart heeft gelucht over de moordzaak bij de buurman. En dat familie en vrienden van Alex Wiegmink opgelucht zijn na de aanhoudingen. En meer over dit dossier uiteraard online. En zometeen na het nieuws een speciale uitzending over deze zaak met direct betrokkenen. Ik wens u nog een fijne avond.